Koning Aap biedt prachtige groepsreizen aan naar werkelijk alle uithoeken van de wereld. Reizen is kennismaken, proeven en ervaren. Een gezamenlijke beleving van lokale en authentieke culturen. Met Koning Aap ga je echt op reis. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze online presentatie over Costa Rica. Mijn naam is Evelien, ik werk hier op kantoor bij Koning Aap en ik ga jullie het komende kleine half uurtje meenemen op reis naar het prachtige Costa Rica. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat kun je verwachten? We gaan eerst even een korte introductie doen. Ik ga jullie meenemen op de hoogtepunten van een rondreis door Costa Rica. We gaan nog even wat vertellen over het vervoer en de accommodatie tijdens de rondreis bij ons. Op het eind hebben we nog even wat tips voor je en we sluiten af met vragen en antwoorden, de Q&A. Heb je vragen tijdens deze presentatie? Stel ze even in de chat. Dan kunnen we op het eind van deze presentatie daar op terugkomen. Als jullie met ons op reis zouden willen naar Costa Rica, hebben we de keus uit twee mogelijkheden. We hebben een tweeweekse reis, 15 dagen, of een langere versie, de 21-daagse reis. Als je de keuze hebt gemaakt tussen de korte of de lange versie, kan je nog kiezen uit een gewone rondreis die voor iedereen geschikt is. Of we hebben ook twee speciale familiereizen voor gezinnen met kinderen. Dat is dan vanaf 6 jaar en we hebben ook zelfs data met groepjes vanaf 12 jaar. Het is logisch natuurlijk, de langere reis die zal een grote rondje doen in Costa Rica. Dat zie je ook op de kaartjes. Dan ga je echt nog helemaal wat meer naar het oosten en het zuidoosten van het land. Kijk heel even naar het kaartje rechtsboven. Dat is de drieweekse gewone rondreis. Daar gaan we op het eind van de reis ook nog even naar Corcovado National Park. Helemaal in het zuidelijkste puntje. Daar komen we straks even op terug, maar onthoud die even. De hoogtepunten. Costa Rica is een hele groene bestemming. Het land heeft heel veel nationale parken waar je prachtig kunt wandelen en vooral natuurlijk heel veel dieren kunt spotten. En een van de bekendste parken, of die voor veel mensen op het lijstje zal staan, is Tortuguero. De naam is afgeleid van het Spaanse woord voor tortuga, wat schildpad betekent. En er zijn drie schildpadsoorten die in onze zomervakantie, dus een beetje tussen juli en september, soms nog oktober, aan land komen om daar hun eieren te leggen. Dus dat is echt heel spectaculair als je in die periode daar aanwezig bent. Je gaat ook veel met bootjes doen in Tortuguero. Je kan excursies per boot doen. Maar je gaat bijvoorbeeld ook al met de boot naar je hotel toe. Alle lotjes in Tortuguero liggen op een soort schiereiland in de rivier. Dus je gaat ook echt met een bootje daadwerkelijk naar je hotel toe. En dus ook wat excursies die je daar kan doen. Ook om het Nationale Park bijvoorbeeld daar te bezoeken. Of het strand van de schildpadden. Doe je dus ook allemaal per boot. In Tortuguero, dat zal dan je eerste park zijn waar je ook heel veel verschillende diersoorten zal gaan zien. Zal voor veel mensen natuurlijk een reden zijn om naar Costa Rica te gaan. Het plaatje linksboven, echt heel grappig, de Jezus Christus hagedis. Dat verzin ik niet zelf, die heet echt zo. Als je hem namelijk bang maakt en hij schrikt, dan gaat hij op zijn achterpoten, rent hij echt over het water, rent hij dan weg. Dus hij kan over het water lopen, vandaar zijn naam. Veel vogelsoorten zal je natuurlijk ook tegenkomen. En het plaatje rechts, dat is de roodoogboomkikker, de nationale kikker van Costa Rica. Een tweede nationaal park wat je ongetwijfeld gaat bezoeken op deze rondreis is Monteverde. Dat ligt ietsje hoger, ja 1000 meter, geen hoogteziekte of dat soort gekke dingen. Maar het is er net wat kouder, wat grijzer, beetje nevelachtig. Het is ook echt nevelwoud, dus net weer iets andere begroeiing. En het leuke is dat je hier ook echt van die hangbruggen hebt, zoals je ze ook hier op de foto ziet. Je loopt eerst een stuk door de jungle, dus echt gewoon over de grond. Dan kom je een brug tegen, dan ga je die brug over, zit je echt op boomtophoogte, zeg maar. Dus daar zie je de dieren weer uit een heel ander perspectief. Loop je weer een stukje door de jungle, dan weer een brug. Het is echt een hele leuke manier om op die manier ook het nevelwoud te gaan verkennen. Ja, hoogtepunt 3 eigenlijk voor veel mensen misschien wel een van de hoofdredenen om naar Costa Rica te gaan, is het zien van de quetzal. Een hele beroemde vogelsoort die daar veel voorkomt. Het is een trogonsoort, dus het is best nog een behoorlijk beest. En vooral het mannetje is prachtig gekleurd zoals je hier ziet. Groen met een hele mooie rode borst van voren. Zowel het vrouwtje als het mannetje, net niet in beeld, maar die hebben echt zo'n hele mooie lange staart. En ik denk dat deze vogel bij veel mensen op het lijstje staat die ze graag
aangevinkt zouden willen hebben. Nou, Monteverde is een van de plekken waar die heel veel voorkomt. Dus de kans dat je hem daar tegenkomt, die is zeker aanwezig. Iets anders wat je in Monteverde heel goed kan doen is de avondsafari. Dan ga je met een gids, dat is in dit geval wel verplicht. Ga je een uurtje ongeveer 's avonds in het donker met je zaklampje weer het park in om dieren te kijken. Dat zullen dan uiteraard nachtdieren zijn. Zal niet iedereen even weg van zijn, misschien met veel insecten natuurlijk. Een slapend vogeltje misschien hier en daar is weer een heel andere blik op het regenwoud dan hoe je het al een keer gehad hebt. Daar is ze, de boomkikker weer, de roodoogboomkikker. Ja, hier is niet iedereen even blij mee. Veel mensen zijn toch bang voor spinnen, bang voor slangen waarschijnlijk ook. Vinden dat misschien toch eng. Hoe gaan we die allemaal tegenkomen onderweg? Nou, de kans dat je spinnen of slangen gaat zien onderweg is echt bijzonder klein. Die zijn vaak bang voor ons. Rennen, hè, die hebben zich al lang verstopt. Op de avondsafari vindt die gids het natuurlijk heel grappig om ze juist wel te gaan zoeken. En even ergens onder een gevallen blad of zo te kijken. Om toch even iedereen aan het schrikken te maken. Maar over het algemeen zul je grote spinnen en slangen eigenlijk heel weinig tegenkomen. Een ander letterlijk misschien wel hoogtepunt van de Costa Rica reis is de Arenal-vulkaan. Tot een jaar of 10 geleden was dit echt een van de actiefste vulkanen ter wereld. Je ziet, als je oude foto's bekijkt, zie je echt die lava eruit spuiten en in een rode gloed van de hellingen afglijden. Zo spectaculair is hij niet meer. Je hoort hem af en toe nog rommelen en er komt af en toe een klein beetje rook uit. Maar verder is het vooral een prachtig gezicht als je helder weer hebt om de vulkaan daar te zien liggen. Waar een vulkaan is, zijn thermale baden over het algemeen, ook hier. Je kan 's avonds lekker daarheen of het eind van de middag na een lange excursiedag even lekker ontspannen in het warme water. Ze zijn ook 's avonds laat nog geopend als je daar 's avonds nog lekker wil ontspannen. Die vulkaan die ligt bij het dorpje Fortuna en daar zijn ook heel veel actieve sportieve mogelijkheden. Je kan een boottochtje maken, je kan een gedeelte van de vulkaan zelfs, niet helemaal tot de top, maar tot ongeveer de helft, zou je kunnen beklimmen. Je kan daar heel veel andere wandelingen doen, je zou er kunnen gaan paardrijden, je zou er kunnen gaan fietsen. Ook hier in de buurt zijn weer de hangbruggen in het Nationale Park waar je nog over zou kunnen lopen. Dus heel veel actieve mogelijkheden ook in deze plaats. Een volgend park op onze route is Rincón de la Vieja. Dat ligt helemaal in het noordwesten van het land, bijna tegen de grens met Nicaragua. Weer een heel ander park dan degene die we gezien hebben, want dit is echt, je ziet het al op de foto, een heel vulkanisch park. Dus behalve de jungle, de dieren en alles wat je daar kunt zien, kan je ook, kom je echt langs die kolkende modderpoeltjes, stinkende zwavelbaden. Echt weer heel gek om dat midden in de jungle eigenlijk zo tegen te komen. Er zit ook nog een mooie waterval waar je heen kan lopen. Het is echt weer een compleet andere omgeving dan je tot nu toe gezien hebt. Nou, Costa Rica is niet alleen maar nationaal park. Ze hebben ook een aantal prachtige stranden. Op de korte reizen maken we een stop in Playa Samara aan de zuidwestkust. En op de langere reis gaan we of naar Puerto Viejo of naar Dominical. Dus op welke reis je ook kiest, er zit altijd een gedeelte strand in. Nou, alle bekende strandactiviteiten zijn natuurlijk mogelijk. Je kan een kano huren, je kan gaan zwemmen, je kan snorkelen. Met een beetje mazzel zijn er misschien dolfijnen te spotten. En anders ga je gewoon lekker even met je boekje op het strand even genieten van een dagje rust. Ook met name voor de familiereizen, als je kinderen mee hebt, zeker op het strand en zeker ook op Playa Samara. Sportieve mogelijkheden, surflessen, paardrijden, allemaal leuke dingen voor de kinderen ook te doen. Vogeltjes misschien wel in de tuin van je hotel, die worden vaak, zetten ze wat voer voor neer, dus die komen gewoon, kan je vaak vanuit je hotel, vanuit de tuin van je hotel, al gezellig naar de vogeltjes kijken. Misschien zelfs wel met de toucan. Zal ook bij een aantal mensen nog wel op het verlanglijstje staan. En het neusbeertje. Worden vaak gevoerd. Zeker bij de hotels of soms in de nationale parken door mensen. Deze worden ook gevoerd. Zijn echt hele dikke krokodillen. Meer dan genoeg dieren onderweg die je zult gaan zien.
Dan hebben we nog een ander nationaal park. Daar komen we alleen op de 3-weekse reis. Manuel Antonio, het is een vrij klein parkje, maar zoals je ziet, het ligt echt fantastisch. Heel dicht aan het strand met een prachtige baai. Ook hier natuurlijk weer veel dieren te zien. Luiaards komen er veel voor. Meestal zie je die echt alleen maar als een zoekplaatje. Zo'n bruinig bolletje boven in de boom. Als je mazzel hebt, krijg je hem zo voor de lens. Manuel Antonio is echt de beste plek zo'n beetje in Costa Rica. Als je apen wilt zien, die komen daar heel veel voor. Kapucijnaapjes, de doodshoofdaapjes, pipilankaus. We geven nooit garantie op weer of op dieren. Maar de kans dat je naar Manuel Antonio gaat en geen aapjes gaat zien, die is echt bijna te verwaarlozen. Dus dat gaat daar eigenlijk altijd wel lukken. Je zag het net al op de foto, het ligt echt aan het strand. Een gedeelte van het strand hoort ook bij het Nationale Park, dus daar komen echt alleen de mensen die het kaartje gekocht hebben. Een stukje verderop is het strand openbaar, dus daar zul je juist heel veel tico's, dus de lokale mensen, de lokale bevolking ook tegenkomen. Ideale combinatie, want je kan daar een wandeling maken door het Nationale Park, hopelijk dus aapjes en andere dieren zien. En 's middags of eigenlijk meteen door, als je je zwembroek bij je hebt, kan je eigenlijk meteen het strand op. Voor de mensen die onthouden hebben, helemaal aan het begin, helemaal in het zuidoosten van Costa Rica ligt een nationaal park. Dat heet Corcovado. En daar komen we alleen met de 3-weekse gewone reis. Dus niet met de familiereis, alleen met de gewone 3-weekse reis. En dat is omdat het nogal een tour is om hier te komen. We gaan eerst met de bus, dan stappen we over in jeeps. Dan ga je nog ongeveer 1,5 uur rijden met de jeep. En het laatste stuk moet je nog een kleine 3 kwartier wandelen over het strand om bij de accommodatie te komen. Dan krijg je ook echt wat. Corcovado is eigenlijk het enige stuk nog primair regenwoud in Costa Rica. Heel dicht begroeid, er komen relatief weinig toeristen. Er gaan ook lang niet alle andere reisorganisaties gaan hierheen. Dus dat is vrij bijzonder dat wij deze kant op gaan. Grote kans om dieren te zien, ook juist omdat het zo weinig bezocht wordt. Er zitten heel veel van die ara's, van die grote papegaaien die daar veel gezien worden. Heel veel andere vogelsoorten natuurlijk. Nogmaals, geen garantie op dieren. Ik beloof niet dat jullie allemaal de tapir bijvoorbeeld daar zullen gaan zien. Maar als het ergens zou kunnen in Costa Rica, dan is het zeker in dit park. Heb je vragen ondertussen over wat ik tot nu toe verteld heb of iets wat je nog helemaal niet gehoord hebt? Stel ze vooral eventjes tijdens de chat en dan kunnen we daar op het eind nog even op ingaan. Dan hebben we nog wat praktische informatie. Hoe reizen we dan eigenlijk met Koning Aap? Costa Rica is relatief gezien een klein landje, dus de reisdagen zijn allemaal niet zo gek groot. In een uur of 3-4 ben je vaak wel van A naar B. En dat doen we eigenlijk altijd met de eigen bus. Dat is bijna altijd zo'n coaster, zoals je hem hier op de foto ziet. De groepen bij ons zijn maximaal 18 personen, met de familiereis 21 personen. Dat past ook makkelijk in deze bus. Als de groep vol is, dan gaat de bagage op het dak. En als de groep niet helemaal vol is, dan past die zelfs nog op de achterbank. Het is net even wat makkelijker in- en uitladen. Behalve met de bus doen we dus ook een aantal stukjes met de boot, zoals we al gezegd hebben. Bijvoorbeeld in Tortuguero ga je met de boot dus ook naar je hotel toe. Je kan wat excursies maken per boot. Er zijn meer plekken in de reis, ook in Fortuna of vanuit Manuel Antonio. Er zijn meerdere plekken waar je ook boottochtjes of excursies met de boot kan maken. Dus die komt zeker aan bod onderweg. Waar slapen we met Koning Aap? De mensen die nog nooit met ons op reis zijn geweest, wij werken eigenlijk altijd met middenklasse hotels, waar mogelijk centraal gelegen. In Costa Rica zitten we toch echt midden in de natuur, dus we zitten niet altijd in een dorpje. Maar betekent ook dat we vaak in het hotel zullen gaan eten. We werken altijd met kamers met douche en toilet op de kamer. En heel prettig, in Costa Rica zijn ook de ontbijten allemaal inbegrepen tijdens de reis. We proberen zoveel mogelijk ook een zwembad bij het hotel te hebben. Zeker ook weer voor de familiereis als de kinderen mee zijn. Ideaal natuurlijk om 's morgens even een excursie te doen of een wandeling in een park te maken. En 's middags even lekker met de kinderen aan het zwembad.
De standaard van de hotels in Costa Rica is echt helemaal in orde. Ze zijn allemaal bijna luxe eigenlijk. Als je alles met ons gereisd hebt, is de accommodatie echt prima in orde. Het enige, maar goed dan nog, het is in Corcovado, hè, dat park waar wat dus helemaal in het zuidoosten ligt. Daar slapen we in tenten. Maar je ziet het al, hè? Niet zo'n klein koepeltje, maar echt gewoon grote luxe tenten die gewoon permanent daar staan. Ze zijn groot, ze zijn ruim, je kan er gewoon rechtop in staan. Je hebt lekker je eigen veranda, met een beetje mazzel heb je zeezicht. Er staan echte bedden in, dus ja, het heet een tent, maar eigenlijk is het gewoon een lodge van canvas, zeg maar. Met fantastisch uitzicht. Het sanitair is hier wel gedeeld, maar verder heeft iedereen gewoon zijn eigen prachtige tent daar staan. Als laatste hebben we nog wat tips voor je. Costa Rica is heel erg bezig met duurzaamheid en met natuurbehoud natuurlijk. Dat moet ook bijna wel met alle parken. Dus onze tip, ga daar ook respectvol mee om. Neem je afval mee naar huis uiteraard. Laat niks daar slingeren. Neem een hervulbaar flesje mee, zodat je daar ook gewoon je water kan vullen. Dat je zo min mogelijk plastic afval hebt onderweg. Een andere tip is om, als je een wandeling gaat maken in een nationaal park, om dat misschien ook eens met een gids te gaan doen. Je kan op alle plekken eigenlijk ook zelf op pad. Natuurlijk heel gaaf als je dan ook zelf dieren spot. Maar met een gids zal je altijd net wat meer zien, want die weet precies waar gisteren die quetzal gezien is. Of die hoort een geluid, die weet meteen dat is een toucan. Dus je gaat waarschijnlijk meer dieren zien als je ook een keer met een gids op pad gaat. Ik heb nog een tip voor je met de betrekking tot een excursie. Dat is de zogenaamde zipline die je daar kan doen, de Canopy Tour. Dan ga je in een tuigje aan staalkabels door het bos, door het nevelwoud of door de jungle. Dit doen we niet om dieren te zien, daar gaat het helemaal niet om. Dit gaat echt gewoon om de kick, om de adrenaline, om daar lekker door het bos te gaan zweven. Met de kinderen gaat er begeleiding mee, dus ook voor de familiereizen is dit een geschikte en een hele populaire excursie die op meerdere plaatsen in de reis ook mogelijk is. Een laatste tip, of eigenlijk is dit ook al een veelgestelde vraag, hoe zit het nou met de reistijd en de regen in Costa Rica? Het regent er inderdaad best wel veel. Op papier is van mei tot oktober, in de praktijk vaak zelfs november, is het regentijd. Korte heftige buien, vaak klaart het aan het eind van de dag wel weer op. Dan zou het dus op papier van zeg november tot maart, zou het dan de droge periode zijn. In Costa Rica betekent dat eigenlijk alleen maar dat het dan in de natte periode meer regent en in de droge periode minder. Oftewel, neem altijd gewoon even je regenjas, paraplu, poncho of zoiets mee. Want een buitje ga je eigenlijk altijd wel tegenkomen. Maar dat hoeft zeker geen belemmering te zijn om naar deze prachtige bestemming af te reizen. Ik ben door mijn verhaal heen. Ik ga eens kijken of er al vragen binnen zijn gekomen in de chat. Daar is mijn collega Marissa. Hoi. Nou, we hebben wat vragen binnengekregen. Eén die ik altijd zelf ook heel belangrijk vind. Heb ik een visum nodig voor Costa Rica? Nee. Costa Rica is heel makkelijk. Je hebt geen visum nodig om daarheen te gaan. Wel uiteraard een geldig paspoort. En het liefst een paspoort wat nog 6 maanden geldig is na terugkomst van deze reis. Maar een visum is niet nodig. Oké, dat is heel mooi. Nou, ik zag, we zetten aardig wat tijd ook in de jungle. Als je daar gaat slapen, heb je dan een slaapzak nodig, een klamboe. Dat lijkt me voor dit land misschien best wel heel belangrijk. Ja, je zit in warm gebied, dus muggen ga je waarschijnlijk wel tegenkomen. Maar ik stipte het net al even aan, de kwaliteit van de hotels is zo goed in orde. Of er zijn al klamboes aanwezig, of de ramen zijn dicht met van die netjes. Slaapzak is qua temperatuur ook helemaal niet nodig. Maar ook een klamboe, dat is niet nodig om mee te nemen op reis. Oh, dat scheelt alleen maar. Ja, dat is heel prettig. En is het duur? Ik vind Costa Rica, als ik het zo zie, lijkt het me geen heel goedkoop land. Costa Rica is net wat duurder dan de buurlanden, zeg maar, dan ze buren in Midden-Amerika. Je kan het een beetje zo duur maken als je zelf wilt. Als je kan echt voor onder de $10 kan je eten. Dan krijg je gewoon rijst met bonen, met een gebakken banaan en dan vlees of vis bijvoorbeeld erbij. Wil je echt, bijvoorbeeld ook voor de kinderen, met pizza of je wil een goede pasta of een goede steak met een flesje wijn erbij,
dan zit je op een iets hoger prijsniveau. Maar het is nog steeds goedkoper dan bij ons. De excursieprijzen die zijn soms wel een beetje pittig. We hebben op onze website ook heel duidelijk een lijst staan met een indicatie wat de excursies bijvoorbeeld kosten. Dus als je en de zipline wil doen en de hangbruggen, dan wordt het uiteraard een iets ander prijskaartje. Nou, maar dan weet je het van tevoren, kan je dat al helemaal uitrekenen. Dat klopt. Is wel heel handig. En de entree van de nationale parken ligt op $10-15 per park. Dus dat is nog niet eens zo heel overdreven. Oké, dat valt inderdaad wel mee. Je had het over eten, vegetarisch. Ik eet geen vlees en vis. Dan is het veel rijst met bruine bonen? Rijst met bonen, bonen met rijst. Ja, drie keer per dag. Dat is wel een beetje de basis. Inderdaad, vaak met dan of vlees of vis erbij. Er zijn zeker vegetarische mogelijkheden. Maar misschien iets minder in de daghap, de casado zoals het daar heet. Maar er staan altijd op de menukaart, zeker in de goede restaurants, er staan altijd vegetarische mogelijkheden. Oké, dus dat klinkt al goed. Ja. Nou, eigenlijk de laatste vraag hier is nog een vraag van lokale reisbegeleiders. Maken we gebruik van Nederlandstalige reisbegeleiders of ook wel eens van lokale Engelstalige reisbegeleiders? Ja, op deze bestemming doen we dat allebei. Als je op de website kijkt bij data en prijzen, zal je per datum ook de keus zien. Dus je kan vaak zelf kiezen of je een Nederlandstalige reisbegeleider wilt of Engelstalige begeleiding. Ook voor de familiereizen kan je daartussen kiezen. Zal wel wat vertalen dan bijkomen van de ouders. Ja. Maar op de meeste data heb je als klant de keus wat voor reisbegeleider je erbij wilt. En de gidsen die je daar ter plaatse huurt voor bijvoorbeeld een jungletocht, dat zijn uiteraard Engelstalige gidsen. Ja, dat is altijd Engelstalig. Heb je een Nederlandstalige reisbegeleider, kan die eventueel nog wat vertalen. Maar de gidsen, hotelpersoneel, er wordt redelijk Engels gesproken in Costa Rica. En bij de gidsen in de parken zeker. Oké. Nou prima, dat waren de vragen op dit moment. Dankjewel. Oh, ja, dankjewel. Dank jullie wel voor alle vragen. Ik hoop dat het een duidelijk verhaal was. Dankjewel voor je aandacht. Unieke landschappen, mystieke steden, verrassend gastvrij, reis vol uitersten, onvergetelijk. Reizen is kennis maken, proeven en ervaren. Met Koning Aap ga je echt op reis.